En zo meteen rechts, de Arnaud Delis-bocht. Waar zit Arnaud Delis? Waar zit Arnaud Delis? Hij zit voorlopig veel te ver, lijkt mij. Ik zie hem niet zitten. Maar er kan nog veel goed gemaakt worden in die lange rechte lijn. Mozzato in tweede positie, gevolgd door Lampaard. Waar zit Delis? Daar zit Delis. Moet nu links in het beeld gaan opschuiven. Maar dat is nog van ver. Girmay is erbij. Daar komt Sinkeldam met Caden Groves. Trentin in het wiel van Caden Groves. Laporte daar ook nog bij. Met 86 hebben we Florian Sénéchal. De inspanning van Sinkeldam. Groves wordt in een zetel naar de streep gestuurd. Groves kan blijven zitten, kan blijven wachten. Is een sterke beer. Drie ritten in de Vuelta. Drie ritten in de Vuelta voor Caden Groves. Doet hij daar ook de Famen Ardent Classic bij. In zijn eerste koers sinds de terugkeer. Maar er is vooral ook Delis. Er is vooral ook Delis. Arnaud Delis klikt uit zijn pedaal. Klikt uit zijn pedaal, maar het is toch Delis of niet? Is het Delis of niet? Op één been. Het is Delis, denk ik. Arnaud Delis op één been. Zelfs op één been is hij de sterkste in Marchand-Famenne, in zijn provincie. Wat een bizarre sprint. Maar het is volgens mij Arnaud Delis die zijn tiende van het seizoen pakt. Alles leek perfect te gaan voor Groves, maar Groves stierf op het einde. En dan was er Delis uit het klikpedaal, niet er terug in, weinig terug in, niet er terug in. Op één been dan maar. En dan trekt hij het over de streep. Arnaud Delis. Ja, wadde. Ja, wadde. Hoe sterk was hij, want hij moest van zo ver komen. En dan was hij er plots, dan zette hij aan, pakte hij meteen een paar lengtes. Een paar lengtes die hij nodig had hoor. Die hij meer dan nodig had, want hij klikt daar uit het pedaal. Links in het beeld Arnaud Delis. Rechts hebben we Caden Groves. Delis daar kijken, wetende het is in principe altijd van mij. Maar dan gebeurt het. Uitklikken, toch terug inklikken. En dan nog altijd het niet vinden. Eén been dan maar. Eén been blijven doortrappen. Goh, jongens. Bevestiging van Radio Tour, Arnaud Delis. Dan Groves en dan Sénéchal, denk ik. Sénéchal op zijn stuur. Girmay niet in het stuk voorgekomen. Maar de winnaar van deze knotsgekke Ardennes-Famenne Classic is niemand minder dan Arnaud Delis. Jongen, jongen, jongen. Het was inderdaad Van Asbroek die sprintte voor Israël Premier Tech. Maar het is Delis die hier op één been zijn tiende zege van het seizoen pakt. Doet dus beter dan vorig jaar. Laporte wordt nog vierde. Sénéchal tweede, lijkt mij. Laporte vierde, Sénéchal tweede. Dan hadden we Groves op drie. Bedankt om deze Sportza-video te bekijken. Een like of reactie achterlaten mag altijd. En vergeet ons zeker niet te volgen. Dat doe je hier. En wil je meer video's zien? Check zeker VRT Max of klik hier.